Voor het jaar 2017 heeft de AGV de Compact ST een aantal nieuwe opties gegeven. Ik ben Justin van Motorkledingcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de AGV Compact ST beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De AGV Compact ST is een systeemhelm voor de tourrijder of de dagelijkse woon-werkverkeerrijder die gewoon altijd moet kunnen vertrouwen op zijn helm. De Compact ST is een jethelm die ook gekeurd is als integraalhelm en daardoor voor alle veiligheidsvoorschriften is voorzien. De Compact ST heeft een wat rondere pasvorm en is daarom goed geschikt voor jou op het moment dat je vorm van hoofd van voor naar achter hetzelfde van formaat is als van links naar rechts. De Compact ST is een polycarbonaat helm wat inhoudt dat er kunststof in een gietmalletje wordt gespoten en daar komt dan eigenlijk je buitenschaal uit te rollen. Als we gaan kijken naar het vizier van de Compact ST, dan zien we in dit geval zien we hier een donker vizier. Standaard wordt de helm wel geleverd met een blank vizier en uitgerust met een pillingsysteem. Hou daar dus altijd even rekening mee wanneer je de helm gaat bestellen. De AGV heeft een van de makkelijkste vizierbevestigingsmechanismes. Wanneer je de helm omhoog zet, trek je aan de hendel en komt eigenlijk heel het viziertje meteen los. Wil je hem weer terugzetten, zet je hem weer terug, druk je hem aan en klikt hij weer vast. Ook is de AGV Compact ST uitgerust met een zonnevizier die je beschermt tegen zonlicht wanneer je er last van hebt. Ook maakt de Compact ST gebruik van een ratelsluiting, wat natuurlijk een hele makkelijke sluiting is om hem los en vast te kunnen maken en die je ook nog helemaal op je kin kunt afstellen. Hou er natuurlijk even rekening mee, het is een systeemhelm en die zijn niet geschikt voor op het circuit en ook die sluiting is dat daardoor dus niet. De Compact ST is natuurlijk ook weer voorzien van voldoende ventilatie, zowel bovenop het hoofd als voor op het kinstuk. Ook kan het vizier nog op één standje omhoog worden gezet, zodat je daarmee nog wat extra ventilatie binnen in de helm kan krijgen. De AGV Compact ST weegt 1780 gram en is daarbij vrij zwaar voor een polycarbonaat helm. Hou er ook even rekening mee dat de Compact gebruik maakt van maar één maat helmschaal, waardoor je altijd wel een wat grotere helm op hebt wanneer je dus voor een kleinere maat zoals een XS gaat. Als we naar de binnenvoering van de helm gaan kijken, dan zien we dat ze gebruik maken van een totaal nieuwe binnenvoering ten opzichte van vorig jaar. Ook de nekrand is bij de AGV Compact helm volledig vernieuwd en is daardoor ook volledig waterafstotend gemaakt. Ook zien we als we de voering van dichtbij gaan bekijken, zien we ook nog een volledige reflectiepaneel aan de onderkant lopen, waardoor je 's nachts weer wat beter zichtbaar bent. Ook zien we aan de binnenkant nog twee extra inzetstukjes wat de helm wat stiller maakt op het moment dat je erin hebt zitten. En wanneer je deze eruit haalt kun je ook nog de kussens aan de binnenkant verwijderen waardoor je dus je voorbereiding hebt voor je communicatiesysteem. De AGV Compact is ook nog voorbereid voor het AGV Share systeem. Dat kun je makkelijk installeren door deze stukjes polystreen te verwijderen. Waarin je Bluetooth-ontvangers weggewerkt kunnen worden, zodat je dan nergens last van hebt aan de binnenkant van de helm. Als laatste hebben we ook nog een systeemlok die je in kunt stellen, waardoor je vizier niet meer naar beneden kan klappen. Mocht het dus een keer zo zijn dat je hard af moet remmen, dan kan het niet in één keer zijn dat je klep naar voren toe schiet, waardoor je niks meer kunt zien. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube-account. Vond je deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wil je weten wat voor jou de ideale maat helm is? Blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motorkledingcenter TV en bedankt voor het kijken.